en welkom bij deze nieuwe video. Ik liep laatst in de Action en dan ga ik altijd ook eventjes langs alle make-up. En ik zag het nieuwe Seductive Dream paletje. En toen ik de inhoud zag, ik dacht echt, dit is letterlijk een dupe van het Huda Beauty Naughty paletje. Letterlijk gewoon een dupe. Maar dit paletje is heel duur, dit paletje is heel goedkoop. Dus ik dacht, laat me het paletje kopen en dan deze hele video erover maken. Ik ga hem vandaag reviewen en ik ga hem ook echt reviewen samen met dit paletje van Huda Beauty. En dan kunnen we met z'n allen zien of het echt een goede dupe is. Obviously verwacht ik absoluut niet precies dezelfde kwaliteit als die van Huda. Want de prijzen zijn gewoon echt heel erg verschillend. Maar ik hoop wel dat die gewoon op zijn minst goed gaat werken voor die lage prijs. En ik ben ook gewoon echt heel benieuwd in hoever ze het precies hebben nagemaakt. Ik heb al een boel video's gemaakt over dit Huda Beauty paletje. Ik heb een hele video gemaakt over echt alleen dit paletje. Daarin geef ik echt een uitgebreide review hierover. En W7 heeft ook een dupe uitgebracht. En ik heb ook een video gemaakt waarin ik dat paletje heb vergeleken met deze van Huda. Dus dit wordt video nummer 3. Kennelijk toen dit paletje kwam hebben een heleboel brands besloten om het te gaan namaken. En vandaag is het dus tijd voor de Action. Dus ik ben weer super benieuwd. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik kan echt niet wachten om te beginnen. Want ik heb weer een hele aparte ooglook in mijn hoofd die ik wil gaan maken. Oké, dit Huda Beauty paletje heb ik dus al een aantal keer gebruikt. Deze van de Action nog helemaal niet. Dit is het Fab Factory Seductive Dream Palette. En het heeft 18 prachtige kleuren, matte en glanzende kleuren en 1 glossy kleur. Wat ik ook heel handig vind, vooral voor beginners, is dat er ook zo hier staat hoe je de kleuren een beetje mooi kunt aanbrengen. Dat is echt super handig voor beginners. Alleen ja, helaas hebben we geen spiegel. Ik had het echt top gevonden als dat wel hierin zat en dat misschien dit hier achterop had gestaan of zo. En dan heb ik hier het Huda Beauty Naughty Nude paletje. Ook dit paletje heeft 18 kleuren, matte en glanzende kleuren en een glossy kleur. Dit paletje heeft wel een grote spiegel, godzijdank, voor die prijs verwachten we dat ook wel. Qua buitenste verpakking, ja, is die van Huda wel echt veel luxer, veel beter, zwaarder ook. En dit is gewoon, ja, zo van het goedkope karton materiaal. Dus ja, qua buitenste verpakking zie je al een heel groot verschil. Maar ja, ik verwacht ook niks anders. Ik verwacht hiervan ook niet dat het helemaal zo van die topnotch zware materiaal gaat hebben. Kijk eventjes hoeveel deze twee paletjes op elkaar lijken. Het is gewoon letterlijk een dupe. Kijk even dit. Je kunt er niet omheen dat ze echt een heleboel inspiratie hebben gehaald uit dit Huda paletje. Dit Huda paletje heeft ook hier zo'n glossy kleur. En dat hebben ze hier ook gedaan. Ik ga helemaal stuk. Een paar verschillen die ik zie is dat dit is meer bruin. Terwijl hier is het meer roze paarsachtig. Dus dat zie ik wel. Maar voor de rest, het lijkt allemaal best wel veel op elkaar. Ook die kleur hier en de kleur hier lijken heel veel. Ik zal ook eventjes een aantal kleuren die op elkaar moeten lijken swatchen naast elkaar. Want dan kunnen we echt goed het verschil zien. Oké, jongens. Ik heb hier de kleuren die op elkaar zouden moeten lijken. Ondanks dat het echt een dupe is, zie je toch wel een aantal verschillen in de kleuren. De onderste is Huda Beauty en de andere kant is W7. Je ziet toch wel wat verschillen. Zoals de kleur hier is echt heel wittig. En hier is het meer goud die van Huda. De donkere kleur hier is van Huda echt veel meer donker. Van de Action veel lichter. De kleur hier vind ik letterlijk die van de Action beter dan die van Huda. Maar dat is ook echt de enige. En dit is die glossy kleur. Bij die van Huda Beauty heeft de gloss echt een kleur. En bij die van de Action is er eigenlijk gewoon helemaal geen kleur. Het is gewoon een transparante gloss. Ook de laatste kleur hier is die van Huda echt een beetje blauw-paars. En die van de Action is eigenlijk alleen maar paars. Dus je ziet wel wat verschillen. Maar ja, al met al hebben ze het wel echt geprobeerd na te maken. En het swatchte allemaal best wel goed, die van de Action. Het was niet echt heel slecht of zo. Maar het was wel echt iets meer effort dan die van Huda Beauty. Nou, zoals je kon zien op de swatches zijn er toch wel echt wat verschillen omtrent de kleur. Maar al met al, als je er gewoon zo snel naar kijkt, ze lijken echt heel veel op elkaar. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan werken. Wat ik wil doen is op één oog Huda Beauty aanbrengen en op het andere oog die van de Action. En dan kunnen we erna zien welke look het beste is geworden en of die van de Action echt goed presteert. Maar nogmaals, ik weet, het is een heel groot prijsverschil, dus ik ga ze niet echt direct met elkaar vergelijken. Uiteindelijk baseer ik mijn mening van het Action paletje wel echt ook op die lage prijs. Dus ja, laten we gewoon even gaan inzoomen en snel beginnen. Nou, we zijn ingezoomd, nou kunnen jullie alles beter zien. Ik ga vandaag een beetje voor een aparte look. Ik haal mijn inspiratie uit deze foto hier. Ik vind het zo mooi eruit zien. Kijk even hoe apart. Dus zoiets wil ik ook maken, maar dan met deze paletjes. Dus we gaan zien of dat gaat lukken. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn P. Louise Base in de kleur Rumor 01.
Oké, ik ga het Huda Beauty paletje hier aanbrengen en die van de Action hier. Elke keer als ik van paletje wissel, maak ik mijn kwasten schoon in deze schoonmaakspons. Dus de oogschaduwen gaan er niet in elkaar mengen. Oké, laten we gaan beginnen. Ik denk dat die van Huda echt veel beter gaat zijn, maar we will see. Ik ga beginnen met de kleur hier, die heet Spicy. De kwast die ik gebruik is van de Kruidvat, de Pro 1 en 3 kwast van de Kruidvat. En dan ga ik die kleur zo indrukken in mijn arcaarboog. Dan maak ik mijn kwast zo hierin schoon. Dit ding maakt het echt super goed schoon. En dan pak ik die kleur ook uit mijn Action paletje. En hier heet die Dark Magic. Die ziet er alleen wel echt een stuk lichter uit. En die ga ik dan ook zo precies zo aanbrengen als hier. Wow, dit is echt letterlijk gewoon een andere kleur. Kijk even dit. Oké, maakt niet uit. Er is wel lekker veel pigment. Dat is wel fijn. Kijk even hoeveel pigment deze van de Action ook heeft. Dan pak ik de matte kleur hier beneden, die heet Naughty. En die breng ik dan zo op de rand aan van die kleur van net. In het Action paletje pak ik ook die kleur en hier heet die Zzzt. Ze hebben hem gewoon Zzzt genoemd. En die breng ik dan ook weer zo hier aan op de rand. In het Huda Beauty paletje pak ik nou de matte kleur hier, die heet Juicy. Nou gebruik ik zo'n hele kleine ronde fluffy kwast. Deze is van Morphe van de Coca-Cola collectie. En nou ga ik hiermee ook weer over de randen. En hiermee blend ik het allemaal een beetje uit. Dan pak ik ook weer die kleur Spicy. Want door het geblend van die andere twee lichtere kleuren is nou die eerste kleur een beetje... ja, te weinig geworden of zo. Dus ik ga die gewoon zo een beetje terugbrengen. En ik blijf gewoon blenden totdat het allemaal mooi in elkaar blendt. In het Action paletje pak ik dan de kleur hier. Die heet Silky Milky. En met die kleur ga ik het dan hier uitblenden. Wauw, die kleur is heel mooi. Dan pak ik hier ook weer die kleur van in het begin, Dark Magic. En dan breng ik die kleur ook weer een beetje extra terug. Oké, nou beide gingen heel goed. Je ziet hier wel heel goed het verschil qua pigment met een duur en een betaalbaar paletje. Maar op zich, als je gewoon eventjes dit negeert, ziet dit er wel gewoon echt best wel goed uit. De kleur is ook niet heel donker of zo. Kijk, dit is die kleur. In het paletje is hij ook niet echt heel donker of zo. Dus ja, dat moet je dan ook gewoon niet verwachten. Dan ga ik nou eventjes een cut crease maken met concealer. In het Huda paletje pak ik dan weer de kleur Spicy. En met een schuin afgesneden kwast van Zoeva nummer 317 ga ik nou zo die lijn creëren, zeg maar. In het Action paletje pak ik dan weer de kleur Dark Magic. En dan ga ik met die kleur ook zo dit creëren, maar dan hier. Ik hoop dat hij wel genoeg gepigmenteerd is hiervoor. Jongens, I love it. Kijk hoe leuk. Het is wel een hele andere kleur dan die van Huda. I love it. Het ging echt heel goed. Zoiets maken met zo'n goedkoop paletje is echt niet altijd al te makkelijk. Maar dit ging op zich wel gewoon goed. Er is echt genoeg pigment hiervoor. Uit het Huda paletje pak ik de glanzende kleur hier. Die heet Flower Power. En die kleur ga ik aanbrengen zo over mijn hele ooglid. En ik blijf zeg maar hierin. Nu ik er zo naar kijk, is het denk ik ook mooi als ik die kleur ook zo hierin kleur. Het lijkt een beetje op een vlinder of zo. Van die vlindervleugels. En dan pak ik weer die kleur Spicy en dan ga ik nog één keer zo over de randen. Kijk hoe mooi dit is. Oh, I'm obsessed. Uit het Action paletje pak ik dan ook die kleur en die heet Oh My. Nou, die glanzende kleur was super gepigmenteerd. Hij is wel iets minder gelig dan deze kleur hier. Hij is iets meer witgoud, maar ik vind hem wel heel mooi. Nou pak ik weer die kleur Dark Magic en dan ga ik ook hier weer over de randen. Fantastisch, kijk hoe mooi dit is. En dit met een Action paletje niet te doen. Deze kant van Huda is ook heel mooi, maar dat had ik al gewoon verwacht. Maar wat mij het meest choqueert is die van de Action. By the way, die glossy kleur hier beneden, die ga ik niet gebruiken. Ik vind die echt helemaal niks. Ik vind die in het Huda Beauty paletje ook niet zo fijn. In de video waarin ik de W7 dupe had getest, heb ik hem ook weer gebruikt. En ik vond hem weer niet fijn, dus ik ga niet nou mijn look verpesten door die te gebruiken. Oké, ik denk dat het zo wel goed is eigenlijk. Ik breng ook nog gewoon die matte kleuren aan
op de onderste wimperrand. En dan ga ik me gewoon eventjes helemaal opmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, mijn hele make-up look is helemaal af. Dit is echt zoveel beter gegaan dan dat ik had verwacht. Allebei de kanten zijn super mooi. Dit is de Huda Beauty kant en dit is de Action kant. Je zou echt niet zeggen dat dit is gemaakt door een cheap ass Action paletje. Gewoon totaal niet. Qua kleuren, ze lijken niet echt op elkaar. Maar het is wel gewoon echt heel goed gelukt. I love it. Als je benieuwd bent wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze lip gloss op van Revolution Relove. In de kleur Super. De Baby Gloss Lip Gloss. Super mooi. En ik heb die gecombineerd met dit potloodje van Essence. Die je bijna niet meer ziet. In de kleur LFBA Game Changer. Dus dit heb ik nou op mijn lippen. Wat vind ik nou uiteindelijk van dit paletje? Ik vind hem gewoon best wel goed. Ik moet wel zeggen, als je echt een goede dupe zoekt van het Huda Beauty paletje, is dit het niet echt. Want zoals je kunt zien, de kleuren komen niet echt heel goed overeen. Die van W7 is een betere dupe. Kost ietsje meer, maar alsnog nog wel heel betaalbaar. Dus als je echt een goede dupe wilt, haal dan die van W7. Maar dit paletje gewoon los op zichzelf, heeft het echt best wel goed gedaan. Voor deze lage prijs is dit echt super mooi gelukt. I love it. Dus ik zou hem echt gewoon zeker te weten aanraden. Alleen niet per se als een echte goede dupe van het Huda Beauty paletje. Nou jongens, dit was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik ben echt super enthousiast. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. I love it. Dit paletje is dus echt zeker te weten goedgekeurd voor mij. I love it. Het heeft echt goede kwaliteit. Kijk even dit. En voor zo'n lage prijs zou ik het gewoon zeker niet laten liggen. Let me know wat jij van de make-up vindt. Van de look vindt beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om ook te horen van jullie. Is dit een paletje die jij zou halen? Ik in ieder geval persoonlijk zeker wel. En laat me ook weer zoals altijd weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Misschien iets met make-up of iets met kleding, iets met haren. Let me know. Ik ben altijd op zoek naar goede inspiratie. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!